Ik ben echt wel kwaad. Ik ben pissed. Wij zijn kwaad. Ik ben kwaad en ik zou de dingen graag zien veranderen. Wij zijn kwaad. Ik ben kwaad. Ik ben kwaad voor de wereld. Ik ben altijd kwaad. Ja, ik ben kwaad. Vooral hardcore optredens, waar ik toch wel heel hard merkte dat de weinige meisjes die aanwezig waren, dat die meestal opzij stonden met de truien en de pintjes van de vriendjes. Snap je? Ja, maar er zijn gewoon veel minder vrouwen geïnteresseerd om in de muziekwereld te stappen. Voorzichtig zijn. Voorzichtig zijn waar je naartoe gaat. Voorzichtig zijn met wie je omgaat. Let toch maar op. En als iemand weer kent, dan is ze wel betrouwbaar. En laat u tutten zien of zo van die andere platte dingen. Dat gebeurt toch nog altijd, hè? Ja, maar ja, dat komt wel doordat zij een vriendje heeft die haar helpt om die set samen te staan. Of dat komt wel doordat zij een omgeving zit waar dat ze geholpen wordt door mannen. Maar dat is bullshit. Als je veel oefent, dan kom je er wel. Jullie meisjes, goed gedaan. Het is toch beter dat je eerst akoestisch speelt? Of gaat je als meisje, maar dan werkt je die daar doen? Dat is bullshit gewoon. Dat is gewoon connerie, dikke zever. We moeten ons niet laten doen. Tegen de dranghekken duwen van voor en mijn kruis tegen hun aan het schuren zijn en allemaal van die dingen. Geblokkeerd geweest met auto's om ervoor te zorgen dat ik niet weg kan. Ik ben al nageroepen, vastgeklamd. Zoveel is er al gebeurd. Soms voel ik wel dat er mensen geïntimideerd zijn door mij of onzeker en die dat dan tonen. Ofwel door mijn huidskleur, ofwel doordat ik een vrouw ben. Veel vaker dan een vrouwelijk artiest bijvoorbeeld in het podium springt en dat zij bij het kruis gegrepen wordt, dat mensen haar kleren proberen af te trekken en zo, wat echt absurd is. Ikzelf ben niet de oprichter van Voltage Festival, dat is Steven, mijn vriend. En daar hoor je het al, het is mijn vriend. In het begin was dat wel moeilijk, ook om van andere mannen dat wederzijds respect terug te krijgen. Ik ben vaak tegen muren gebotst, maar het heeft mij wel zeker meer tijd gekost dan een andere persoon om dat respect te krijgen. En dan is de vraag die ik daarbij wil stellen is, hoe moeilijk zou het zijn, moest ik de oprichter van Voltage Festival geweest zijn, om mijn vriend erbij te halen en hoe lang zou hij erover gedaan hebben om dat wederzijds respect te kunnen krijgen. Volledig los te kunnen laten gaan zonder dat je op een bepaalde manier, of wat voor manier dan ook, wordt aangekeken wanneer je in je BH ineens staat te feesten of zo. Maar ik laat dat wel compleet niet aan mijn hart komen. En overal waar ik ga, zie je dat ik daar sta. En take it or leave it. Ik mag evenveel als jij, ook al zegt jij van niet. Ik moet vreselijk concluderen dat ik mij niet overal veilig voel en dat ik heel veel nadenk over als ik daar naartoe ga, hoe moet ik mij voorbereiden en hoe ga ik mij daar voelen en wat moet ik doen? Want er is vaak geen optie als je wordt lastiggevallen. Er is geen punt waar je naartoe kunt gaan om te zeggen van oké, hier ga ik zeggen wat er mij overkomen is. Dat wordt vaak ook niet eens serieus genomen. Dat is niet iets waar dat mensen in de muziekindustrie mee bezig zijn. Je moet het bespreekbaar maken, dat niet kan. Er zijn heel veel vrouwen die toeklappen en dat kan. Dat is perfect mogelijk, want je bent gechoqueerd. Je weet niet wat er met je gebeurt en dat is niet oké. Dus ik denk dat het tijd is dat we samen met alle vrouwen een keer recht staan en zeggen van sorry, maar ik kan niet door de beugel. Je kunt moeilijk mannen gaan straffen, maar er moet een manier zijn waarop we mannen kunnen duidelijk maken van kijk, dit zijn onze grenzen en tot daar en niet verder. Van de mannelijke hoek wordt er dan vaak gezegd van dat is niet waar. Dat is gewoon van ja, jij maakt het niet persoonlijk mee, dus tuurlijk denk je dat dat niet waar is. Jij merkt hier niets van. Riot! Ik kijk heel erg op naar Wendy Williams van de Plasmatics. Omdat zij echt, hoe dat zij op het podium stond, gewoon naakt, met alleen maar scheerschuim of met zo'n wasknijpers op haar tepels. En toch zo agressief was, dat het eigenlijk niet meer sexy was. De muziek die mannen maken is vanuit het perspectief van een man. Terwijl dat als een vrouw muziek maakt op een podium, dan kun je daar beter in inleven. Vooral van hoger af van de platenlabels van het bestuur, dat er niet veel gemanipuleerd wordt, maar dat er iemand echt volledig zichzelf kan zijn. Vrouwelijke voorbeelden in de alternatieve muziek zijn er wel. En dat is cool, maar je moet ze gaan zoeken. Want als je in alternatieve muziek kijkt, dan de mensen op de radio komen zijn mannen. Ik denk dat mannen zich bedreigd voelden, ook al stond ze daar quasi naakt. Wat aan normaal gezien een heel kwetsbaar ding is, zeker voor vrouwen, voor een voornamelijk mannelijk publiek ook. Je hoort dat zo vaak, hè. Er zijn gewoon minder vrouwen die getalenteerd zijn, minder vrouwen die muziek willen maken. Dus van, nee!
Dus dat is niet... Je ziet ze gewoon veel minder, want ze worden gewoon niet vertegenwoordigd. Ja. Ik heb de meisjes op Girls Go Boom gezien op de Gaanse feesten. Ik vond die top. Ik vond die echt schitterend. In een puntband, ik kom niet meer op de naam. De Cosmics? Cosmics, ja. Ik ben die dadelijk beginnen volgen op Facebook en op Spotify en al. Ik vond die echt zalig. Maar dan dacht ik, allee, waarom raakt dat niet tot bij mij? Ik ben perfect jullie doelpubliek. Ik vond dat zo jammer dat ik daar nog niet eerder van gehoord had ook. Ja, heel veel. Petrol Girls, Warm Women, Teen Drash, Bikini Kill, Sweeter King, Skunk and Nancy, Tuvalu, Make Music Not Love, Hats, Cutumer, L7, Babes in Toyland, Raincoats, Au Pairs, X-Ray Specs, Big Joni, Juliana Hatfield, Tracy Bonham, Lisa Loeb, Luna Chicks, 7-Year Bitch, Dickless, Addicted. Ik kan al lang blijven doorgaan. Dus. Ik denk ook gewoon dat je een beetje dezelfde soort mensen moet gaan opzoeken. En anders denk ik als ik op boven kom en zo mensen ontmoeten. Had je zin om eens te jammen? Dus dan deed ik het gewoon. Allee, dat klinkt dan zo simpel, van ik deed het gewoon. Dat was niet zo simpel. Ik had daar ook wel zo heel veel zo bedenkingen en twijfels bij. Maar dan heb ik het gewoon gedaan. En dan kwamen daar positieve reacties op. En dan heb ik het nog eens gedaan. Ga gewoon naar concerten van muziek dat je leuk vindt. En als je een meisje ziet dat daar toevallig ook is, wordt er vriend mee en vraagt, wil je ook geen muziek brengen? En sowieso gaat ze ja zeggen. Want welk meisje wil er nu niet in een band spelen? Kom. Stiekem wij allemaal. Maar gewoon zo'n muziekwinkel binnen gaan en zo alles testen. En jij mocht gehoord worden, ook al denk je soms zelf van niet. Op zich vraagt het veel om als vrouw naar buiten te komen en te zeggen, dit ben ik. En fuck you, het maakt me niet uit wat hij denkt van mij. En dan gewoon je ding te doen op een podium. Gewoon jammen. En ik zou dat gewoon doen. Echt, zeker als je het wilt doen. Gewoon echt doen. Ah, dat is zo heel simpel, maar doe het. Doe het.